Dat kan niet. Maar dat was altijd heel leuk. Oh, we hebben zulke mooie herinneringen. Wat vaak. Nu is hij te vroeg. Oké, laten we het daarop bouwen. En zo zit het dan met de vlog. Ja. Ja, tof. Ja. Ja. Hebben de auto gevonden. Hebben de auto. Dag mama, dag papa. Veel plezier. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ga weer on tour. Ik ga eerst Michelle ophalen bij de carpool. Maar eerst zeiden we nog eventjes doei tegen papa en mama. Doei. Hallo. Zo, kom daar. Deurtje dicht. Op slot. Altijd huis op slot doen, hè, jongens. Niet vergeten. Zo. Daar gaan we. In de auto. Ja, daar gaan we weer. We gaan er een gezellige avond van maken. We gaan natuurlijk eerst even eten. Daar heb ik heel veel zin in. Kijk, mijn papa en mama staan daar te zwaaien. Die zwaaien mij altijd uit. Dat is lief, hè? Nou, ik ga even zitten. En we zijn vertrokken. Het is nou nog 15 minuutjes rijden naar de carpool. En als het goed is, staat daar dan Michelle. Want wij gaan weer naar Antwerpen toe. Yes, yes. Want ja, Christel die doet daar een show. Dus ja, daar gaan we natuurlijk naar kijken. A few moments later. Zet een kruisje op een wereldkaart. Ik kom naar jou toe. Pam, pam. Pam, 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 pam. En we zijn er weer aangekomen. Daar is Michelle. Nou, en dan gaan we weer naar Antwerpen. Ziet ze mij? Ja, ze ziet mij. Hallo. Hoi. Hi. Wat zijn we weer. Wat een prachtig weer. Ja. Het is echt warm. Ja. Het zit vast. Zo, alles weer ja, mee? Zonnetje weertje. Klaar voor het? Yes. 20 minutes later. Zo, we zijn geparkeerd. Hey, we hebben nog een plekje in de parking gevonden. Oh, min 5. Even kijken. Ja, bij de volgens we straks even 12. De beest. Ah, kijk dit. Ja, leuk. Een zeepaardje. Oh, ja, een zeepaardje. Oké, dan gaan we onthouden. Zeepaard. Min 5. Zeepaardje. Oké, dit gaat weer helemaal misgaan. In een hoekje. In een hoekje. In een hoekje. Zijn we straks weer de auto kwijt? Ja, dat is een grote kans, hè? Met ons. Waar? Oké, we gaan uit. Exit. We lopen wel naar hier, maar volgens mij moeten we helemaal niet naar hier. Exit. Die kant, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, dit gaat weer helemaal goed komen, jongens. Sowieso. We zeggen al, we zijn de auto straks kwijt, maar laten we er eerst uitkomen ook nog. Ja, we moeten eerst nog uitkomen. Maar ik denk daar, dus nu zijn wij gewoon zo een rondje gaan lopen. Hè? Oh, een extra rondje. Dank je. Daar staat het geldje van net. Wat wil dat doen? Geen idee. Oh, hij gaat dicht. Hij gaat dicht. Hij gaat dicht. Waar moeten we dat doen? Naar de nul? Ik denk het. Laten we het proberen. Kijken waar we uitkomen. Oh. Oh, dat is een winkelcentrum. Dat is leuk. Ja, ik weet al waar we zijn. Ja, ik denk dat ik het ook weet. Of niet? Toch? Ja, waar die kerstboom vroeger was. Toen ik. Ja, ik weet die kerstboom is. Ah ja, ik weet het al.
Oh, dan zijn we ook dicht bij de Pizza Hut. Maar we gaan eten! Ja. Kom, zie je. Nou, we zijn bijna aangekomen hoor, bij de Pizza Hut. We kregen net al een appje van Glenn, dat hij er al is. Dus wij zijn weer een beetje iets te laat. Ietsjes. Dat was vaak. Nu is hij te vroeg. Oké, laten we het daar opbouwen. En dan gaan we lekker Pizza Hut eten. Yeah. Nou, ze staan er al te wachten hoor. Zie je ze? Wachten we al hoor. Ja hoor, Aaron en Glenn. We gaan gezellig samen eten. A few moments later. Zo, het is besteld. Ik ga je drinken. We hebben geen pizza's. Nee. Ja. Ik heb pizza. Het is weer zover. We zitten bij de Pizza Hut en wij met z'n drieën, hè, Aaron, hebben geen pizza's. Michelle wel, maar de rest allemaal geen pizza's. Oeh, kijk eens hoeveel spaghetti. Maar ze zijn wel iets vergeten, Aaron. Wat zijn ze vergeten? Kaas. Nee, dat kan niet. De kaas. Dat kan niet vergeten worden. Oh, oh. Oh, kijk. Wie kent kaas? Kaas? A few moments later. Nou, super lief hoor. Kaas. En de enige die pizza eet. Michelle. Ja, zijn die wel bij de Pizza Hut, hè? En Glenn heeft? Stoofvlees. Nou, eet smakelijk, hè jongens. Nou jongens, we zijn al een uur klaar met eten. En wat doet Marissa? Tomatensoep. Ze gaat soep halen. Is lekker toch? Ja, dank je. 1 hour later. Zou je nou Mies? Waar was je? Beetje verdwaald, ik weet niet zo goed waar we zijn. Ja, ik weet dat we bij de... Nee, ik weet eigenlijk niet zo goed waar we zijn. Ja, ik was net dus aan het uitleggen waar dat we waren, maar ze weten het niet. Ja, ik weet even gewoon even niet. Ze is een beetje de oriëntatie kwijt. Ik heb sowieso niet zo'n goede oriëntatie. Nee, dat weten ze. Ja. Kijk, dat is altijd wel lachen. Dat is altijd wel lachen. De weg moeten ze niet alleen naar. Ja, dan gaat het gegarandeerd mis. Dat is wel leuk. Ja, we moeten 10 kilometer extra lopen. Nee, dat doen we niet. Want, maar, want we hebben hier ook altijd nog iemand die weet de weg wel, hè? Jawel. Altijd. Altijd. Ja, we hebben heerlijk gegeten. Ja. Ik heb een stoetje tomatensoep. Wow, dat was wel lekker. Ja. Nou, Michelle stikt. Ja, maar wat, iedereen is klaar met eten. En wat doet zij? Ze hebben besteld tomatensoep. Dat is toch raar? Ja, ik weet niet, maar ik heb ik gewoon ijsje besteld. Ik had er gewoon zo'n zin in. Zij bestelt tomatensoep. Ik ja, had hè? Zo'n zin in tomatensoep. Ja, en als je er zin in hebt, dan ja, dan moet je gewoon bestellen, hè? Ja. Ja, nou. Waarom niet? Ja, ik vond het wel lekker. Ah, nou, gelukkig. En nu zijn we bijna. Ik ben nu echt al moe. Ja. Nu zijn we bijna bij het theater. Bijna? Hey yo, let's go. Ik weet nog steeds waar we zijn. Maar waar is dat theater nou, jongen? Daar. Dat is theater. Ik ben beter. En Aaron is nog steeds Pokémon'tjes aan het vangen. Toch? Lukt het een beetje? Ik denk het wel. Ja, maar ik ben gewoon deze weg niet gewend. Normaal zijn wij gewoon daar. Aan die kant. Ja, ze hebben zeg maar die tunnel hier in Antwerpen gelegd. En nu weet Michelle gewoon niet meer waar we heen. Het is gewoon ingewikkeld. Maar, maakt niet uit. Normaal wist ik het gewoon. Zolang wij de weg maar weten. Ja, het komt wel goed. Want straks zijn we hier ook nog met Antwerpen met shows. En dan zou ik wel de weg leren. Want dan zijn we hier. Dan zijn we hier dus 4 dagen. Ja. Yay. Zo, we zitten er klaar voor hoor. Hey. Hi. Hi. Ik ben hier met Joanne. Die is er ook gezellig bij. Ben weer. Dat is mijn Kristalmaat. Ja, zeker. We hebben elkaar leren kennen. Bij K3 nog bij de afscheidsshow. 2016, moet je nagaan. Dat is al echt al heel lang. We hebben dit jaar ons jubileum toch? 5 jaar? Ja. Ja. We kennen elkaar dus 5 jaar. Dus het bestaat echt vriendschap door K3. Ja, en ook buiten K3. Door K3, buiten K3. Ja, sorry. Ja, staat echt. Dus wij gaan altijd nog een keertje samen naar Kristal. En we doen daar buiten ook natuurlijk nog leuke dingen samen. Buiten de vlog. Eten. Ik had zelfs geen ja gezegd op die eerste. Wat? Rachel, wat zou je dat te doen?
Meneer, die was een selfie aan het trekken. Een selfie? Met mij? Met jou? Waarom? Omdat de Mario dat vroeg. De Mario? Ja, dat zei ik. Ik wilde misschien met Mario die zoeken foto. Nee, je wilde die belangrijke stokjes wegdoen. Nou, we staan hier in het theater bij Christel. Hey. We hebben in het verre Antwerpen. Ja. Heel leuk om jullie te zien. Ja. Hoe vind je het om in het theaterstuk te spelen? Het doet me gewoon plezier om terug op het podium te staan. En met mensen in de zaal die lachen en die zich amuseren. Dat is echt waar ik wel nog altijd van hou. Ja. Maar het is zo deugd om ook echt niet te denken aan alles wat er in de wereld gebeurt. Ja. En gewoon te genieten en jullie te zien. Ja. En even alles weten. Ja. Super. Nou, heel veel plezier. Ja, en succes ook met de vlog. Ja. Kijk, tof. Ja. Nee. Nou, dat was gezellig en leuk. Ja, Michelle weet alweer niet waar ze is. Ja, ik ook niet. Ik zeg dat weer. Joanne ook niet. Ik weet niet waar ze jullie gewoon achteraan. Ja, maar ik weet niet eens of dat ik in dezelfde dorp niks aan. Niks weet. Nee, dat is niet waar, want jij weet heel veel. Ja, maar de Hello? Die weg niet. Nee, maar ja, dat komt vaker voor in de vlog. Oh, zij ook toch? Dat zijn er niet. Nee, dat is goed. Ik weet waar we zijn. Oh, ja, die hebben ook. Nee, ik weet niet waar we zijn, maar ik weet wel nu, dankzij hem eindelijk, dat we dus wel naar dezelfde parking gaan. Oh! Zijn ze. Yes, dat is handig. Dat is een goed ding, hè? Dan hoeven we elkaars parkings niet te vinden. Nee. Zijn in Antwerpen. Ja, dat komt helemaal GPS. Goed. Oké, het is een beetje chaos allemaal. Weet je. Maar het was gezellig. Het was heel leuk. Het was echt een gezellige avond. Ja. Zo, de auto zoeken. Ja. Kunnen we hem nog vinden? Ik zat 8. Ja, we gingen door dat winkelcentrum naar boven, maar nu kunnen we niet meer door dat winkelcentrum naar beneden. Dat is wel even een dingetje. Dat is een dingetje. Maar ik vertrouw erop dat het lukt. Ik vertrouw op Glenn. Ik vertrouw op hun. Oh, zij weten het. Oversteken. Zij weten het. Achter Glenn aan. Ja. Achter Glenn aan. Rood is stoppen. Remmen is gaan. Rood is stoppen, serieus. Dat is toch wat. Oh, ik ben helemaal mis. Jij hebt zeker op school gezeten. Jij hebt zeker. Wat een chaos. Wat een chaos. Nou, tot zo. Remmen is zitten hier in deze straat. Wat gaan we doen, Michelle? We zijn aan het omlopen. We zijn aan het omlopen omdat Aaron Pokémon's gaat vangen. Ja, dat bedoelen we dus, maar hè? Maar ik heb zo ook gelopen. Hier had je daar ooit op moeten trappen, maar ik heb zo ook gelopen. Ja, hier kunnen we naar het café. Nou, hier zijn wij net echt niet langs gelopen, dat weet ik heel zeker. Nee, daar is de ingang, daar zijn we binnen gereden. Ik wel. Oh my god, dit is gewoon een verkorte route, joh. Ja, dat is fijn. Oh, joh. Dus ik heb er maar 4 minuten over gedaan, hè, maat. Oh. Ik heb er maar 4 minuten over gedaan. Nou, wij niet, hoor. Wij zijn helemaal omgelopen. Jullie zijn boven in dingen uitgekomen. Ja, in shopping. Jullie zijn gewoon... Wij weten het weg gewoon niet. Ik ben gewoon slimmer dan jullie voor één keer. Wij moesten naar de pizza. Ja, ook eens voor één keer. Voor één keer. Oh, ik kan me nog... Dit doe je erin. Ik kan me nog tijden herinneren, jongens. Dit doe je erin. Wij gingen altijd samen naar de K3-shows. Dus, wat gebeurt er? De eerste zeker keer... een verhaal van Amsterdam Arena vertellen. Ja. Nee, rot op. De eerste keer dat ik Joanne ontmoette, dacht ik al van... Oh, jeetje. Oké, nou, wat gaat dit geven? Nou, toen kwamen we elkaar in Amsterdam tegen voor de K3-show. Ja, nee. Die kon de auto dus niet vinden. En de ik auto? Dacht, ja, doei. Nee, niks hè. Die was dus altijd overal verdwaald. Nog steeds. Nou, het is vandaag goed gegaan, want je was sneller dan ons. Ja, dat is waar. Oh, maar dat was altijd heel leuk. Oh, we hebben zulke mooie herinneringen. Ah. Nou, oké, ik kom terug op het feit. Zo terug, ja? Ze is de kaartje in de auto vergeten. Zie, we maken altijd wat mee. Wij niet dan niet. Zit je maar even op? Ja, maar ik moet even naar maar pak gewoon je auto en rijd naar hier en dan kunnen we hier betalen. Kijk, slim, hier. Joanne, ga je auto halen? Maar waar is de lift? Ja, weet ik niet. We gaan zoeken. Daar. Waar staat het? Dat heb ik de trap. Ja, jongens. Hier, we gaan eerst Joanne de auto halen. Waar sta je ook? Heb je 8? Heb ik voor gemaakt. Denk ik. Jawel, er is wel een 8. Wij staan... Wij zijn op 4-5, hè? Maar jullie hebben min 5. Maar er is geen min 5. Nou, doei Joanne! We moeten naar 4-5, maar er is misschien min 5. Het is toch...
Ik zei het al van tevoren. A few moments later. Ik kom er nog niet op mee. Oh my god. Het is hier echt heel donker. Waar moet je naartoe? Ik wil niet. Oh jongens, stop, dit gaat toch heen boven je ogen? Drempeltje. We moeten hier naar beneden. Oh mijn god. Ja hoor. Jawel. Dit is ook weer super stijl. Kijk, hier staan we. Super stijl. Ah goed. Hallo wel. Oh yeah. Woe. Waar is mijn auto dan? Hij zijn daar. Huh? Oh yes, ik heb het gevonden! Woe! Nou ja, ik niet, maar ik ben. Woehoe! Gevonden! Woe! Woe! Het zeepaardje! Yeah! Het zeepaardje, het zeepaardje. Hebben de auto gevonden! We stonden van. Oh, we staan echt ja, heel dicht bij elkaar. Oh, wow, dikke auto! Want daar staat mijn auto en daar die van Glenn. Ah, grappig. Jouw auto, moet ik even in mijn hand. Dit gaat gelukt. Gelukt, gelukt. En nu moeten we nog de parking uit. Oh jongens, oh dit is veel te kort bochtje. Dit is wel een beetje krappe parking. Hier moet je wel wat geleerd voor zijn. Ja, maar jij bent al veel parkings gewend. Ja, maar toch is dat ook wel spannend hoor jongens. Je wil je auto ook niet kapot. Ja, maar dit is toch niet normaal, hè? Zijn we er al? We zijn op. Yes! Oh, ik moet betalen. Doei. Nou, doei! Dag, Glenn en Aaron. Oh, Joanne is trouwens net al weggereden. Dus die is al onderweg naar huis. En nu gaan wij. Betaald en alles. Let's go! Mati! Yeah. Wat een gezeik is dit! We hebben het gehaald. Zag je ook nog eens dat ik aan de verkeerde kant van de dingen stond? Dat was heel grappig. Nee, dat was niet grappig. Wat een gedoe. Ik heb mijn auto ook nog eens 3 keer achteruit gereden, hè, omdat mensen er niet langs konden. Maar veilig thuis, maat? Ja, ik kon het eerste stukje jou achterna rijden naar de snelweg, toch? Ja, ik weet de weg. Ik heb mijn navigatie ingesteld, maar ik ga toch proberen jou achterna te rijden. Ja, rij maar achter mij, ja. Ik ben dit toch ook gewoon allemaal aan het filmen. Hé, hey, tot dadelijk, hè. Toppertje. Veilig thuis, doei. Hè. Doei, doei. Doei. 1 hour later. Zo, en zoals je kan zien ben ik weer veilig thuis aangekomen. Ik ga nog gauw even mijn bestanden op de computer zetten. En dan kan ik deze vlog editen. En dan ga ik lekker naar bed. Dus bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En tot snel.